Hey, hier zijn we bij het decor en waar we schermen. Alles gebeurt. Ja. Er zitten twee van onze medespelers. Hi. Hi. Jullie kunnen meedoen! Oh, ja. Kijk, de kijkers hadden gevraagd voor een spelletje. Ja, kom maar. Ja. Oh, okay. Welk spelletje was het? Truth or Dare. Oh, die vind ik wel leuk, ja. Ja? Ja. Oké, okay. Eerste vraag voor Marco. Truth or Dare? Dare. Oké. Okay. I dare you te zeggen tegen onze live mensen dat jij van mannen houdt. Dat ik van mannen houd? Ja, ja joh! Maar ik hou niet van mannen. Ik hou van haar! Wow, Marco! Wat dat? Dat is goed voor de kijkers! Ja, zie je? Net achter de schermen, joh! Ja. Ik hou van haar! Oké, dan... Dat doe jij nu! Truth or dare? Truth. Dare. Doe maar dare, is leuk voor de kijkers, hè? Oké, dare. Jurre. Denk jij wat ik denk? Oké, ik weet nog. Kom maar. Durf jij te zeggen tegen de ouders van Marco dat hij homo is? Nee, dat gaat veel te ver. Ah, kom op. Nee, dat gaat echt veel te ver. Kom op, de kijkers willen... Nee, je weet hoe ze daarin staan. Je weet hoe ze... Dat is niet grappig. Dat is wel een beetje grappig. Nee, dat gaat echt veel te ver. Het is gewoon een prank. Je kan ook te ver gaan met die kutcamera van je. Ik meen het. Ah, kom op. Nee, echt. Rustig aan. Ja, wat nou? Dat is gewoon een grapje. Je weet dat mijn ouders dat niet oké zouden vinden. Ja, dat is hilarisch. Zo gelijk een heel familiedrama, jongen. Dat is hilarisch. Nu maar flikker op met die kutcamera van je, echt. Zie je nou wat je doet? Je ziet toch dat die jongen dat niet chill vindt? Moet je grenzen kennen jij? Dat is toch niet zo erg als hij homo is? Ik ga dat toch niet tegen zijn ouders zeggen? Dat is toch een grapje? Ja, kom toch... zeg. Ik kan hem gewoon niet maken. Nou, kijkers, weten jullie het? Vinden jullie het of je het wel of niet kunt maken? Laat het ons even weten onder in de comments. Jezus. In de commentvakje. Ja. En dan kunnen we het daarover hebben. Delete die video nou maar, dat was echt niet.